Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken. Au. 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 Hallo, beste kijkers. Kijk. Mouw en zonen, wat is dit nou weer? Mag ik naar binnen? Hij staat op slot. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. En we zijn vandaag gewoon weer in de stad. Waarom kijk je me zo aan, meneer? Maar goed, kijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik hoop dat je... Wat... Au. 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 Hey. Au. Diddly. Oh. Oh. Help. Ik heb vandaag mijn lege kleding weer aangetrokken. Ik heb mijn bed en bril weer gevonden. Kijk eens, het is zover. Het is zover. Ik heb namelijk gehoord dat er een soort nieuw geheim eiland is waar mensen wel eens naartoe gaan en zo. En ik ben zo toe aan vakantie. Dus dan ga ik mijn twee beste vrienden bellen om met me mee te gaan. Oh. Hey, Henky. Hey, waar ben je? Op de straat. Ik ook. Maar ik zie jou niet. Wacht, ik hou bij even je... wat oh, op. Oh, bij een UFO. Bij een UFO? Ik ben bij Wutteve. Wat? Ik ben bij Wutteve. Je bent bij Wutteve? Wutteve. Hallo, dames en heren. Oh! Toos? Oh! Gaat het, Toos? Ja. Hallo, kijk dan. Wat? Een UFO? Oh, wat de fuck? Wat de fuck? Ik zie het. We moeten Gerard ophalen. Ja. Kom. Kom. Toepala! Hey! Gerard! Oh. Wacht even, ik sta midden op een kruispunt hoor. Al die auto's snappen niet hoe de wegen werkt hier. Maar waar ben je? Ik ben aan het rijden. Waar? Als jij mij vindt, krijg je 10.000 euro. Als ik je vind, krijg ik 10.000 euro. Ja. Oké, maar waar ben je dan? Waar ben jij? Ja, jou aan het zoeken. 10.000 euro! Wow! Oh! Hey, ik haat jou, Henkie. Ik ging gewoon naar links. Ik kreeg 10.000 euro, Toos. Nee, nee. We kregen tot 10.000 euro. Oh, ik knap tegen... Nee, Gerard. Gerard. Gaat het? Ja, gaat goed. Ik kan alleen niet zo goed rijden. Ik merkte het. Je knalde gelijk tegen het paaltje aan. Stap je bij ons in. Ik heb een leuk idee. Gerard, wat doe je nou? Ja, nou, die man had voorrang. Sorry. Stap in, jongens. Ja, dat is oké, dan niks jongens, kwijt. Oude opa's, mannen. Oude, lompere mannen. Ja. Ik heb al zoveel zin in vakantie, al zo lang. En jullie ook, jullie zijn er echt naartoe. Dat kan waarschijnlijk jullie laatste vakantie zijn, zo oud als jullie zijn. Maar dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik heb geen koffers bij me. Maar dat is allemaal niet nodig. Hoezo niet? Dat is allemaal niet nodig. We gaan nou, even... ik wil wel even omkleden dan. Ja, dat gaan we dus even doen. We gaan heel even langs de kledingwinkel, dan kunnen jullie je omkleden. Ja, ik kan dan. Helaas... Nee, dat kan ik helaas niet. Ga maar even omkleden en dan ga ik even tanken. Dag. Tot zo! Nou, die is ook weer helemaal vol getankt. Dan kunnen we ook die oude lullo's weer ophalen, die stomme opa's. En dan gaan we even op met hun vakantie. Ik voel me goed dat ik hun meeneem, weet je. Het is waarschijnlijk die laatste vakantie van hun, zo oud als ze zijn. Dus ik voel me goed dat ik hun gewoon dit geef en dat ze mee mogen. Ik hoop dat het daar wel lekkerder weer is dan hier. Nou, het is hier inderdaad... Een beetje grimmig. Au, jezus. Ik ben dood. Hoezo? Pas op! Oh, kijk eens even zo. Neem rijden we wel aan. Zo. Bij hem is het geen probleem. Nou, zijn jullie er klaar voor, opa's? We gaan hier gaan we een bootje huren. En dan gaan we op vakantie. Is dit geen onderzeeën? Dit, waar ben je rijden? Nee, joh, ben je gek. Henkie, wat vind je van mijn kleding? Je ziet er wel heel vrolijk uit. Heel vakantieachtig. Ja. Ik heb een auto. Maar dat is geen auto. We hebben nog eentje nodig. Toos, ik ga er eentje voor je regelen. Wacht, we komen zo terug, oké? Meneer, kunt u die oude man dan meenemen? Ja, oké, voor eentje. Nou, dan gaan we. Hoppa! Op naar vakantie. Weet je waar je heen moet, Gerard? Gerard. Au, au. Gerard! Au! Weet je waar je heen moet? Hoeveel is de tank trouwens? Goed. Nou, weet je, ik zeg wel waar we heen moeten. Ik heb wel een leuk eiland waar we heen kunnen. Hier naar rechts. Nee, zometeen gewoon volgen, langs de kust volgen. Is hier naar rechts? Nee, niet deze kust, de andere kust. Links, rechtdoor. Rechtdoor, Gerard. Enkie. Ja? Wat een technisch probleem. Wat dan? Hij is stuk. Is de boot stuk? Ja. Dat meen je. We zijn hier gestrand en hij is stuk. Nou, dan gaan we jongens op vakantie op de jetskis. Toos, je maakt me nat. Ik kan niet ademen. Toos. Ik kon helemaal niet ademen. Ik neem het maar mee. Is goed, tot zo. Nou, het is een beetje grimmig weer. Ik hoop dat het is allemaal een beetje... Wat is het? Oranje. Ik hoop dat het wat lekkerder weer is op het vakantieeiland. Toos, gaat het? Nou, we zijn lekker onderweg. Wow, Toos, het gejoog. Nou, waar zijn die jongens? Ik ben alleen de opa's onderweg kwijtgeraakt. Die zouden wel ergens hier, denk ik, aangemeerd zijn of hierheen gevaard zijn. Oh, daar heb je zo. Daar heb je zo. Nou, dan mieren we aan op de plek waar je aan hoort te mieren. Au. Au. Gewoon hier. Prima. Op het land. Au. Nee. Nee.
Dat tikje was toch niet zo hard? Ja, het gaat wel, jongens. Het gaat wel met me. Ik heb een heel mooi voertuig gejat. Oké, zijn jullie klaar voor? Ik ga in het midden zitten. Ik hou jullie schoudertjes lekker vast. Doe dat maar niet te veel masseren, hè? Oké, welkom op het eiland. Het is een heel vriendelijk eiland. Iedereen is hier heel aardig tegen ons en zo. Heb je de recensies gelezen? Ja, ze waren allemaal vriendelijk. Kom, ga maar door de poort aan. Ik heb een procesverbaal voor voertuigvracht. Dat meen je. Alweer? Dat krijg ze altijd. Welkom op het vakantieoord. We gaan vandaag lekker rondrijden. Ik wil jullie even een toertje geven en zo. Wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst even langs de haven. Wil ik jullie een tour de haven geven. Even langs de prachtige haven. En daarna komen we bij de grandioze bloemenvelden. Echt? Ja, die zijn pas mooi hier. Maar hier heb je dus prachtige haven. Heel mooi. Erg leuk. Wat leuk, ja. Een vrachtwagen. Hoe je die Kenny? Ja, daar gaan we in. Ik vind het wel gezellig zo met je, alleen dat jammer dat je geen buik en armen hebt en zo. Heb ik wel. Nee. Wel. Nee. Wel. Niet. Nou, heeft hij niet echt gewoon geen buik en geen armen en geen voeten. Jawel, heb ik wel. Dan gaan we hier naar het feestgedeelte. Toosje, waar zijn je handen? Waar is je buik? Ik heb handen. Je hebt geen handen. Kom wel dichterbij zitten. Tijd om te vertrekken. Nu gaan we door naar de prachtige bloemenvelden van het eiland hier. Echt waar? Ja. Wat kan je daar doen dan? Die wat zijn voor bloemen? Daar kunnen we naar bloemen kijken. Wat voor bloemen? Groene moet bloemen. Ik even aanmelden? Meld jij je wel even aan. Dat we hier gewoon komen voor visite. Weet je dat we Gerard nu ook achter kunnen laten? Ja, dat zou ik eigenlijk wel liever doen. Hier zijn de prachtige bloemenvelden. Zijn we aangekomen? Echt? Ja. Wat kunnen we hier doen? Zo, hier kunnen we leuk naar bloemetjes kijken. Kijk jongens, zien jullie deze? Nee, wat wil je dat doen? Meneer, laat onze bloemen met rust. Meneer, deze bloemen die moet u niet zomaar bevuilen met uw handen en uw schoffel. Met u gek, met u helemaal gestoord. Wat een gekke man. Laat dan gewoon aan werk doen alsjeblieft. Hoezo aan het werken? Je gaat toch niet zomaar bloemen stelen van een bloemenveld? Ik wou net zeggen, ben je helemaal bedoezeld. Nou, welkom. Welkom in de bloemenvelden hier. Wow. Ja, ze zijn er weer. Ja, ze zijn er weer. Je hebt weer armen. Maar goed, je ziet jullie hier de prachtige bloemen. En als je Gerard hier, als jij een hele diepe snuif neemt van deze bloem, dan ga je heel goed voelen. Oké, kom die. Dieper. Langer. Nog dieper. Nog dieper en langer. Gerard, gaat het? Ga je. Gerard. Oh, maak je van een... Jezus. Maar nu jij Toos. Nu jij. Oké, jij Toos. Toos, dat was misschien wel een beetje te erg. Toos. Toos is dood. Ik denk dat dit te veel was voor Toos. Ja, maar Toos was ook weer aan het neus snuiten. Ja, dat klopt. Ja, doe jij. Oké. Dat was heerlijk. Nou, ik voel me helemaal top. Ik voel wel een beetje een lopende koppijn opkomen. Ja? Neem maar mee, die is leuk om mee te nemen. Wacht, ik neem er ook eentje mee. Ik heb ook een paar geblokt. Oké, Toos, dan gaan we nu naar ons hotel. Zijn jullie klaar voor? Ik doe mijn shirt uit. We hebben de bloemenvelden bekeken, we gaan nu richting ons hotel. Kijk, hier links heb je ons resort. Oh, Wat mooi, hè? Hier overnachten wij. Want je ziet dat het alweer donker wordt. Ja, all inclusive. Hier kan je de truck voor zetten. Die wordt door de ober weer opgehaald. De ober? Door de ober, ja. Nou, dan kunnen we hier gezellig naar binnen. Ik voel al licht in mijn hoofd. Ja, dat snap ik, Toos. De poort is dicht. Hallo? Hallo? Is er iemand? Ik zie een oplossing. Kom. Hallo? Hallo? We zijn er door. Wat is je oplossing? Kom maar mee. Oké. Nou, we rennen achter hem aan. Oh, ik zie al wat je van plan bent. Oh, Gerard, kom. Volg mij. Oh, je bent er al, Toos. Kijk hier, je mist gewoon een stuk hek. Hallo. Hallo. Komen we eigenlijk terug, is dat ook al bekend? Ja, dat komt wel goed. Zo, hey Toos. Hallo. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Zo, welkom in het resort. Je knieën, gaat het? Kom maar goed. Oké, ik vang je op, Gerard, kom maar. Ja, maar het lukt niet. Gerard, kom maar, ik vang je op. Het lukt niet. Gerard, we vangen je op. Gerard, bij iedereen lukt het. Gerard. Lukt niet. Gerard! Ga maar ergens anders naartoe. Wij gaan wel eens een drankje doen. Komen we hier eigenlijk uit? Ja, dat is gewoon dezelfde manier. Kom maar goed, joh. Welkom in het resort. Zou ik je eens naar jouw verblijf brengen, Troos? Of wil je eerst lekker drankje doen? Nee, dat is goed, drankie. Ja, het is een mooie kamer hoor hier. Je hebt ook een zwembad hier. Kan ik wel even een toertje geven. Welkom bij het zwembad. Hier kunnen we lekker zitten en met je zwemmen en zo. Hartstikke lekker. Hey, daar heb je Gerard!
Gerard! Hey Gerard! Het is gelukt, jongen. Kom mee, dan neem ik jullie mee naar jullie verblijven. Oké, jongens, welkom bij jullie verblijven. Jullie slapen allebei hier. De ene krijgt deze kamer. Ik wil niet met Gerard slapen. Dat maakt niet uit, maar dit is de kamer. Jullie mogen zelf kiezen wie deze neemt. Ik zie geen bed. Hey, daarom. Deze is voor Gerard. Deze is voor Gerard. Oké, top. Gerard, dit is jouw slaapcabine. Deze is voor mij. Deze is voor mij. En dit is de slaapcabine van mij. Oh, we kunnen met z'n drieën. Oh, we kunnen met z'n drieën. Nou, jongens, we slapen allemaal op deze kamer. Slaap. Kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voeten. We hebben hier aan de overkant. Hebben we nog een. Kunnen jullie douchen en baden en ik zo? Ik wil een bad. Dan kunnen jullie lekker in bad. Hier hebben we een terras. Kom eraan. Hier is een lekker terras. Kan je drankje pakken daar als je een beetje ontbijten wil? En dan kan je hier lekker. Uitzicht op water. Maar waarom is het hier zo uitgestorven? Ja. Nou, omdat ik het helemaal voor ons privé heb gehuurd. Oh. Hieronder is mijn favoriete plek. Ja, hier kan je lekker zitten met z'n allen. Oh ja. Leuk. Nou, laten we verder gaan. Goeie plek, Henkie. Ja, mooi hè. Prachtig verblijf hier. Oh ja, weer hetzelfde. Dit is mijn favoriete plek. Echt waar? Ja. Waarom? Dit is grandioos en prachtig dit. Hier kan je namelijk leuk naar oude vaten kijken en oude wijn. Hoe prachtig is dat? Oh ja. Dat is wel leuk, Jan. En hier een grote kluis. Die wil ik openmaken. Waar haal je die nou ineens vandaan? Goed zo, Gerard. Breek hem open. Hij is open, hoor. Net zoals de missie hier. Je hebt al 3 hele lasapparaten gebruikt. Klopt, ja. En... Ah, ik weet het. Nee, lukt niet. Ah, jammer. Nou, dat maakt niet uit. Laat mij maar even dan. Ga jij maar even Toos. Wat gaat Toos doen? Zo, open. Ja, hij is open. Nou, top. Pak alles er maar uit en dan gaan we weer. Dan is onze missie klaar. Ja, doen we zo wel. Ja, en dat was het. Meer weet ik hier niet. En eigenlijk weet ik ook niet hoe we hieruit komen. Dat is de volgende missie. Ik denk dat we zijn opgesloten hier. Volgende missie. Volgende missie is hier weer ontsnappen. We zijn 1-2 seconden, maar ik wil nu alweer weg. Ik vind het toch niet zo heel leuk. Oh. Ik denk dat we op weg vastzitten. Oh nee, jongens. Ik denk dat we vastzitten. Nou, wie durft? Oh jeetje, dat is wel heel hoog. Het is hoog, hè? Ja, je hebt kans dat je tegen een rots aanvalt en dat zeg maar de golf je gelijk dood tegen de rots aanslaan. Oh, Gerard. Dat is wel heel hoog. Hoog, hè? Dadelijk niet. Nee, ik denk al val je in het water, dan dat zijn de golven te sterk. Ik weet een oplossing. We gaan het proberen. Kijk, dit steekt wel uit. Hier heb je wel kans. Hier heb je 100% dat je in het water landt. Nee, nog niet springen, jongens. Misschien is er nog een andere optie. Oh. Oh, nee. Toos. Kom, Gerard. Je moet springen. Oh, ik ben er klaar mee. Ik ga springen. Nee, Toos. Jawel. Niet doen, Toos. Wel. Toos, dan ga je dood. Toos, niet springen, alsjeblieft. Dit is veel te hoog, joh. Hier moet je dan staan. Maar ik zou het niet doen. Jongens, daar gaan we. Hey, nou, dan ik niet doen. Niet nee. Toos. Toos is dood. Hij heeft het gehad. Echt? Ja, daar gaan we. Ja! Au. Gerard, je kan hoor. Het gaat, Toos. Het gaat wat met een me. Duik. Oh, jij maakt een prachtig duik. Ik viel. Oh jee. Gerard. Waar is hij? Even onder water kijken. Oh, Gerard. Nee, waarom is hij nou dood? Hoe kan dat nou? Gerard. Hoe kan dat nou? Oh. Ik was even weg. Oh, ja, ik merkte het. Kom. En nu snel naar de kant. Wat komt? Hier kunnen we er misschien op, jongens. Nou, misschien wel. Misschien wel. Zie je? Oh. Wat een fijne vakantie dit. Kunnen we die hier, denk je, op? Hier kunnen we er misschien op. We kunnen het even proberen. Toch ik kwaad. Pas op, Toos. Pas op dat je niet strijkt. Toos, pas op. Toos, je duwt me. Niet waar, jij duwt mij. Wow, Toos. Au. Ik heb een steentje in mijn schoen. Je hebt slippers aan. Oh ja. Waarom? Mocht uit de zwemmers. Ja, dit moeten we nooit meer doen. We hoeven alleen op dit te komen. Alleen hierop. Ja, kijk. Au. Je hoeft alleen hierop te komen, Gerard. Oh. Die golf snoepen. Jongens, ik ga hoor. Nee. Jij ook de kant met je plannen. Ja. Ik heb altijd goede plannen. Oh, nee. Gerard. Ben je neer? Hoe kan dat nou? Weet ik ook niet van zo'n lopen. Gerard, gaat het? Ik had een golf aan. Misschien duwt hij het wel het land op, Gerard. Dit was zo raar. Ik viel niet eens. Ik ga die boot pakken. Ik viel er geen enkele bij neer. Ik duw je wel het land op. Kom maar, trek je wel een beetje mee. Gaat het met je? Ik ben, ja, prima. Ik weet niet wat er aan de hand is. Mijn lichaam wil niet meer. Ik zag het.
Hoezo ben je nou doodgevallen? Waarom doe je dat nou? Ja, we waren er bijna. Wel, Gerard, ik had nooit gedacht dat dit je einde zou zijn. Nee. Nou, Gerard, ik kan niks voor je doen. Ook al ben je helemaal onder bedoeld in het water op het moment. Ja. Ik vond het gezellig met je. Ik ook. En sorry dat je zo moet eindigen. We moeten nog zo'n pokken eind. Ja, maar we moeten Gerard eens achterlaten. Wat moet je nog een laatste woordje tegen hem zeggen nu dat we hem hier achterlaten? Vang wat vissen als je kan. Ik doe mijn best, Dom. Gerard, tot de volgende keer. Dag, Johan. Dag, Giri. Henkie. Ja? Ik dacht dat het nooit zou gebeuren. Dat hij eindelijk voorbij is. Ik dacht dat jij altijd eerder zou gaan. We moeten nog zo ver. Die boot! Was omdat hij hier niet overvaart. Toos! Toos! Toos? Toos! Gaat het? Hey. Toos, zeg maar alsjeblieft dat je niet... Hey. Nee! Toos, zeg maar niet dat jij ook al niet bent. Toos, nee! Wanneer? Toos! Nee, jij ook al! Moet ik jou ook al achterlaten? Je bent overgevaren door de boot. Waar ben je? Toos! Moet ik jou nou ook al achterlaten? Je bent weg. Je bent één met de zee. Nee! Toos is ook dood! Nee! Ik ben ze allebei kwijtgeraakt in dit heftige avontuur. Oh, dat meen je. Ik moet snel terug naar de kant. Ik moet helemaal alleen verder. Toos is neer. Toos is weg. Gerard is weg. Ze hebben allebei het avontuur niet gehaald. Het was ook veel te gevaarlijk het water in springen. Oh nee, maar ze hebben het allebei niet gehaald. Het was gewoon een te moeilijke taak. Ik ben er bijna, ik kan het nog halen. Ik ben de kijkers, ik heb het gewoon gehaald. Ik heb het gewoon gehaald, maar ik heb Toos en Gerard achter moeten laten in de zee. Oh nee, het is klaar. Ze zijn afgelopen. Toos en Gerard, dat meen je. Oh, wat een slecht avontuur was dit, kijkers. Hoe moet ik nou verder? Nu ben ik hier ook nog eens gestrand. Hoe kom ik naar huis? Ik ken deze locatie ook helemaal niet. Waar ben ik nou? Ik had ze nooit mee moeten nemen in het avontuur of in het resort. Ik wist dat we er niet uit konden toen we erin gingen, maar toch deden we het. En in het water springen was de grootste fout die we konden maken. Kan ik hier overnachten? Kan ik hier overnachten? Ja. Oh, hier voel ik me ook wel een beetje thuis eigenlijk. Hier heb ik een bedje, kan ik maken. Oh, dit is het einde, kijkers. Ik ga hier slapen. Oh, dit had ik nooit moeten doen met ze. Oh, hoe kom ik hier nou weg? Hoe kom ik nou weer naar huis? Jullie moeten achterlaten hoe jullie denken dat ik naar huis kan komen. Kijk eens, reageer het. Mijn Toos en Gerard kan ik misschien nog redden. Ik weet het niet, denk het niet. Die zijn allebei verdronken. Maar bedankt voor het kijken, kijkers, in deze video. Laat achter hoe we het kunnen regelen. Abonneer allemaal zeker even. Like de video. En dan spreek ik jullie later. Glaasje water. Telt 4, flesje bier. En doei! Yeah!